Oké, dus de vraag is, kan een objectieve moraal worden gegrond in zelfbewustzijn? Ja. Ja, kijk, oké, we moeten hier een onderscheid maken tussen morele intuïties, hè? Wat eigenlijk een soort kennistheoretisch iets is, je innerlijke ervaring. Dat moeten we onderscheiden van de vraag waarin de waarheid van de verwerpelijkheid van de lustmoord in is gegrond. Dus de vraag is, wat is de waarheidsmaker, wat maakt het waar dat lustmoord verwerpelijk is? Eens? Dat is een soort ontologische vraag, noemen we dat. Dat is een ontologische vraag. Wat is de grond voor de waarheid van die verwerpelijkheid? Nu, die intuïtie, hè, die intuïtie is weliswaar het middel om het te weten, maar die intuïtie kan niet de grond zijn van de waarheid. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik maak het eenvoudig. Als ik naar buiten loop, ja, en ik zie een auto staan, ja, dan is de en ik vorm het geloof dat daar een auto staat, stel, dan is mijn waarneming van de auto is weliswaar het middel om het te weten, maar mijn waarneming van de auto is niet de waarheidsmaker, is niet datgene wat het waar maakt dat daar een auto staat. Want de waarheidsmaker van het feit dat daar een auto staat, is die auto zelf. Zo is het hier ook. De morele intuïtie is het instrument om dingen te weten, maar kan nooit de waarheidsmaker zijn van die objectieve verwerpelijkheid van bijvoorbeeld lustmoord. Dus daarom heeft de atheïst daar helaas... Dat zou betekenen dat de atheïst zegt, mijn ervaring van de auto is eigenlijk de waarheidsmaker, is datgene wat het waar maakt, dat daar een auto staat. Ja, dat is volstrekt incoherent.